Morning, Bunny. How are you? Would you like to take a leaflet? Buck the poor? Would you like to take a leaflet, mate? What do you mean, buck the poor? Buck the poor. Fuck them. That's disgusting. Ik hou mij bezig met mijn eigen zaken en als andere mensen zich bezighouden met hun zaken, is dat goed voor mij. Oké, je bent arm. Nou, armoede is een geldgebrek. Hier heb je geld. Dan hebben we dat probleem opgelost. What's all this? I've been homeless for 2 years. That is a fact. Everything in society is telling us. And in the media, to keep looking after yourself, pursue your self-interest, and that stops our natural empathic capacities from developing, which are in all of us. Help the poor. Anyone got any spare change, folks? Help the poor. Anybody? Kan de filosofie ons een andere kijk bieden op de problemen waar wij heden ten dagen mee worstelen? En ons misschien zelfs oplossingen aanreiken? Bijvoorbeeld waar het gaat om de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Dat is wat ik ga onderzoeken in deze aflevering van Het Voordeel van de Twijfel. Het probleem van de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk is het afgelopen jaar door de Franse econoom Thomas Piketty stevig op de agenda gezet. Piketty's punt is dat een te groot verschil tussen arm en rijk slecht is voor de maatschappij en sociale onrust kan veroorzaken. De vraag of wij ook moreel verplicht zijn voor de armen te zorgen, beantwoordt Piketty niet. Over die morele vraag willen wij het in deze uitzending wel hebben. In Londen hebben we om te beginnen een ontmoeting met de Australische filosoof en hoogleraar bioethiek Peter Singer, die in zijn boek Het kan wel, armoede hoeft niet, een moreel appel doet om een einde te maken aan de wereldwijde armoede. So we're in London, we're on New Bond Street, which is one of the most expensive shopping streets in London. We're outside Louis Vuitton, so obviously if you want to buy these clothes or these handbags or these shoes, you're going to be paying thousands of dollars for some of these items. I sometimes tell a story to my students to get them to understand the questions that we face ethically with regard to global poverty. In zijn colleges legt Singer zijn studenten het volgende verhaal voor. Stel, je loopt op een dag door het park. Je hebt je beste kleren aan en opeens zie je een kind dat dicht bij een vijver aan het spelen is. Het kind valt in het water. Wat doe je? Blijf je aan de kant staan of... Natuurlijk red je het kind. Maar, vraagt Singer zijn studenten dan... Suppose you just say, well, I'm going to forget that I ever saw that child. I'll just go on my way. The child is not my responsibility. It's not my child. I didn't push the child into the pond or anything like that. So there's no obligation on me to save the child. What would you think about that? Well, when I ask whether it's my students or other audiences, they all say that would be an awful thing to do. You would have to be a kind of a monster to put your shoes above the value of a child's life. But then I ask them to think about this, that there are children dying from poverty-related causes that we could prevent. And so it's quite possible that for the price of a pair of shoes, especially these kinds of shoes, you could save a child's life. Singer zelf geeft 1/3 van zijn inkomen weg aan organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van armoede. Vindt hij dat regeringen hierin ook een taak hebben? I think that would be obviously political suicide for any party that was in office, given the way people feel at the moment. So I think that every government should try to get to something like maybe 1% of gross national income for aid to the global poor. Singer is realist, maar gaat niettemin uit van de mens als een empathisch, moreel hoog ontwikkeld wezen. Maar is de mens dat wel? Singers landgenoot, de komiek Tim Minchin, ziet het zo. Fuck the poor. I'm not pretending anymore. That I really give
give two shits about some kids in Bangalore. I'm more interested in football scores than Haiti being rebuilt. But I'll give you $50 to take away my guilt. Volgens de Amerikaanse schrijfster en filosofe Ayn Rand is de mens juist geen empathisch, maar een egoïstisch wezen. Rand immigreert in 1925 vanuit de Sovjet-Unie naar Amerika. Individuele vrijheid is de leidraad in haar leven en werk. Het communisme vindt ze daarom verwerpelijk. In 1957 verschijnt haar roman Atlas Shrugged. Door de lezers van Time magazine uitgeroepen tot het belangrijkste boek van de 20e eeuw. Alleen de Bijbel is belangrijker. Voor Rand is egoïsme een morele deugd. Altruïsme maakt volgens haar passief. Wie hulp accepteert, onderwerpt zichzelf immers aan wat een ander wenst te geven en onderneemt zelf niets meer. Dat gaat ten koste van creativiteit en betekent het einde van een welvarende samenleving, aldus Rand. Het gedachtegoed van Rand leeft nog steeds, vooral in Amerika. De Vlaamse student geschiedenis, Nicolaas de Jong, is bezig met een aantal gelijkgestemden een Europese versie van deze Amerikaanse website op te zetten. Hij wil daarmee Rands gedachtegoed ook in Europa onder de aandacht brengen. Zij gaat uit van de aard van de mens zelf. In haar opinie is het probleem met de andere filosofieën die doorheen de eeuwen zijn ontworpen. Het grootste probleem daarmee is dat die filosofieën van de vraag uitgaan hoe zou de mens moeten zijn. Terwijl zij uitgaat van de vraag hoe is de mens. Van de realiteit. Een heel belangrijk onderscheid. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. But that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. And nor should he wish to sacrifice himself for the happiness of others. I hold that man should have self-esteem. And you believe that there should be no right by the government to tax. You believe that there should be no such thing as welfare legislation, unemployment compensation. That's right. I'm opposed to all forms of control. I am for an absolute laissez-faire, free, unregulated economy. If you separate the government from economics, if you do not regulate production and trade, you will have peaceful cooperation and harmony and justice among men. Ieder voor zich dus. Maar is dat wel rechtvaardig? Wie aan den lijve ondervindt hoe het is om arm te zijn en nergens geld voor te hebben, zal dat niet onderschrijven. Dat was ook de gedachte achter de Armoedeweek die een aantal Vlaamse gemeentes vorig jaar organiseerde. Radiopresentator Sven Pichal kan op een doordeweekse middag makkelijk een paar honderd euro uitgeven aan de kapper en een bezoekje aan een kledingzaak. Sven besloot mee te doen aan zo'n armoedeweek waarin deelnemers een week lang leven op de armoedegrens. En van 60 euro per week moeten ze hier rond te komen. Dat wordt dus even wennen voor Sven. Een trui van net geen 70 euro, dus dat is al 10 euro boven mijn weekbudget van volgende week. 69,99 alsjeblieft. Goed, we zullen zo verlopen, hè, hoe de komende week er gaat uitzien voor jou. 60 euro, daar ga je het moeten mee doen. Dat is wel heel erg weinig, hè? Ja. Voeding, de voorraadkast, die moet op slot voor een week. Oké. Okay. Natuurlijk, als er zich een onverwachte situatie voordoet, dan heb je pech, hè. In het Antwerpse inloopcentrum, de Steenhouwer, kunnen daklozen een gratis maaltijd krijgen. En wordt er hulp geboden bij het solliciteren. Ik maak er kennis met Peter, die wel eens betere tijden heeft gekend en nu al enige tijd dakloos is. Peter heeft ook net kleding inkopen gedaan. Ik heb een jas gekocht. Ah ja. Een winterjas, een mooie winterjas, voor 2 euro. Hè. Hallo. Ondergoed. Hè. Ah ja, ja. Ook niet onbelangrijk. Ja. Mooie schoenen, ja. 2 euro. Hè. Dat is spotgoeie koop. Ja. Hoe is het zo gekomen dat u dakloos bent geworden? Ik heb een probleem gehad in het buitenland.
Terug naar België gekomen. En, ja. Maar ik weet wat dat probleem was, of is dat te persoonlijk? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Wat doet u buiten als u hier komt eten? Hoe zien uw dagen eruit? 'S Morgens kom ik naar hier voor te ontbijten. Dat is gratis, de ontbijt. Dan de hele dag, op de hele voormiddag, op de computer voor een job zoeken. Eerste werkdag vandaag in mijn week op 60 euro. Was het niet gelukt of zoiets, hè? Ik ga dus deze week op de autosnelweg niet voortdurend 120 rijden, maar wel 100 of 90. Omdat ik op die manier veel minder diesel verbruik. Maar ik moet ook wel toegeven dat het een beetje pikt dat ik zo niet iets kan doen deze week. Even mijn stress of frustraties of gewoon een soort van beloning te geven aan jezelf. Van, hey, je verdient wel een snoepje, want je hebt goed gewerkt vandaag. Maar dus vandaag zal het niet zo zijn en rijd ik gewoon het tankstation voorbij. Ik zal me troosten met het gedacht dat het gezonder is. Yes! You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Ik heb één wijntje gevonden, de goedkoopste, staat er ook bij in de supermarkt. Die gaat misschien niet zo lekker zijn, maar ik ga het maar eens proberen. Dat is ongelooflijk raar als je echt gaat letten op die onderste rekken, want daar staan altijd die goedkoopste producten. Ik heb een komkommer gekocht voor 20, 30 cent of zo, geloof ik. Dus het is ongelooflijk hoe goedkoop eten is op dit moment. Of beter, hoe goedkoop eten kan zijn. Voilà, ik heb net inkopen gedaan. 16 euro. Ongeveer een dikke 16 euro, dus dat valt wel mee. Even naar de buurtsupermarkt, want mijn deodorant is op. Ga ik even kijken wat het goedkoopste is. Dan ga ik even twijfelen tussen luxe of dan toch maar het goedkoopste. Ik ga mijn eindafrekening maken. Ontbijt genomen op de VRT, op mijn grote inkoop in de supermarkt. Dan, omdat ik de auto gebruikt heb, moet ik sowieso 10 euro aanrekenen. Omdat ik mijn gsm gebruikt heb, moet ik sowieso 5 euro aanrekenen. Ik heb benzine gekocht voor die auto. Dan heb ik nog een keer een brood gekocht van 2 euro en 10. Ik dacht dat het goedkoper was, een gewoon wit brood. Oei, ik zit al voorbij de 60 euro en ik moet mijn deodorant die ik gekocht heb nog aanrekenen. Omdat ik niet de goedkoopste wilde nemen, kost me 4,50 euro. Mijn geur heeft me de das omgedaan. 65 euro en 12 cent uitgegeven. Dat is 5 euro en 12 cent te veel. Wat mij vooral is opgevallen, is dat ik heel veel tijd heb nodig gehad om die week door te komen. Meer dan ik verwacht had om de goedkoopste producten te vinden. Om heel erg te moeten nadenken over wat mag ik nu uitgeven of niet. En dan hebben we nog niet eens de gas, de elektriciteit, de digitale televisie waar je een abonnement op hebt. Dat is allemaal nog niet meer in rekening genomen. Ik vond het wel straf. Ik dacht dat het, ja, dat ik eigenlijk niet, dat ik er ook niet zou overzitten over die 60 euro. Zeker nadat ik voeding was gaan kopen. Toen ik eten was gaan kopen in de supermarkt, dacht ik, oh, als dat maar 20 euro is, dan zal ik er wel geraken met mijn 60 euro. Maar ik heb me heel veel dingen moeten ontzeggen of trucjes moeten bedenken of voorbij een tankstation moeten rijden om niet te gaan kopen. Wat ik ook gedaan heb, en dat vond ik het vervelendste, ben 2 keer op café geweest en dan heb ik ook me echt laten trakteren. En dat vond ik, ik heb het met een soort van grapje gedaan en ik weet ook dat het alleen maar deze week zo moest. Maar stel dat je, als je het echt elke week kap bij kas zit, ja, dan denk ik niet dat je vrienden je nog zo leuk vinden als je elke keer op hun poef gaat leven als je elke keer zegt van wil jij betalen, wil jij me trakteren. Dus deze week was het voor mij een beetje een spelletje, maar het blijft geen spel als je dit elke week voor echt moet doen. Heeft u nog contact met uw familie? Of schaamt u zich voor uw situatie? Nee. Ja. Ja. Mijn moeder, ja, gewoon uit schaamte. Ja, ik wil ook niet dat ze dat zien dat dit mijn leven is momenteel. Ja? Ik ben ervan overtuigd dat zij mij direct zou uitnodigen om bij haar terug te komen leven.
maar ik wilde het ook niet. Ik heb dit zelf gezocht en... Je doet het ook zelf op. Dus het is wel een soort... Uit trots een beetje wilt u niet de hulp van u... Ja, niet alleen uit trots. Ik heb ook fouten gemaakt in mijn leven. En dat zijn mijn fouten geweest. En niet haar fouten. Dit wordt uitgezonden op televisie, dat beseft ja, maar dat u. Dat vindt u niet erg. Nee. Dan gaat uw mama het misschien wel zien. Ja, het zij zo. Ja. Als je ook weet wat het leefloon is, wat de laagste lonen zijn, wat de werkloosheidsuitkeringen zijn, daar wordt altijd van gezegd dat het zijn de profiteurs die ze krijgen. Maar ik zou heel veel mensen die dat dan zeggen wel willen uitdagen om het een keer te proberen, om op die manier te profiteren van het systeem. Ja, maar hoe het anders moet, daar ben ik niet de grote denker van. Ik kan het alleen maar vaststellen hoe het is. Tja, wat te doen? En wie moet het doen? Het individu of de overheid? De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum besteedt in haar werk veel aandacht aan sociale rechtvaardigheid en pleit met haar capabilities approach voor gelijke mogelijkheden voor iedereen. People are selfish. So that's why we have a national government. That's why we have taxes. In the 19th century, everyone sort of thought the problems of poverty could be handled by private philanthropy. But of course it didn't work. No matter how generous people were, and a lot of them were generous, it just was too uneven. They gave money to the people they liked and they didn't give money to the people they didn't like. So now we think differently. We have income tax. And that should, if taxation is done right, it should be an adequate mechanism of redistribution. And that should take care, at least, of basic necessities for all the people in the country. Now, I don't think the Americans are taxed enough. I would like to see higher level of taxation and therefore more ample social services. And I guess I would say that some of the Nordic countries are about in the place that I would favor. But you know, at least we know that it shouldn't be, it shouldn't rest on the back of people to have to think, ooh, who do I give to today, you know, and how do I do it? And unfortunately in the world, we're kind of in that position because there's no world state and there's no global taxation. So there we do really need to try to think, how shall we reallocate resources from richer to poorer nations? And we don't yet have an adequate understanding of how that ought to be done. Het blijft een ingewikkelde kwestie waarover binnen de politiek, de economie en de filosofie geen enkele consensus bestaat. Armoede is ook in België een serieus probleem. 1 op de 10 kinderen in Vlaanderen groeit op onder de armoedegrens. In Antwerpen is het zelfs 1 op de 4 kinderen. Hoe lossen we dit op? Voor de Amerikaanse filosofen van rechts, Ayn Rand, was het antwoord simpel. De overheid doet niets en de problemen zullen met liefdadigheid opgelost moeten worden. I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that man must sacrifice himself to others, which is the present day morality. Hoe absurd hard het ook klinkt, verwoordt Rand wat veel mensen denken, maar niet durven zeggen. Fuck the poor. Fuck 'em. Als iemand fuck the poor roept, reageren we verontwaardigd. Maar als we onze portemonnee moeten trekken, zijn we opeens een stuk minder solidair met de zwakkeren in de samenleving. Is de mens hypocriet en brengt hij niet in praktijk wat hij verkondigt? Anybody? Wat te denken van een aantal van de allerrijkste ter wereld? De pop- en filmsterren van Hollywood, die baden in luxe, maar muziek en films maken waarvan de moraal stevast is dat geld niet gelukkig maakt. En dat vriendschap, familie en altruïsme de zaken zijn die er echt toe doen. Dat is een zeer mooi praktijkvoorbeeld van een contradictie die we van het christendom meegekregen hebben. Ja, enerzijds, we zeggen inderdaad altijd van ja, geld is niet belangrijk, materiële waarden zijn niet belangrijk. Individualisme wordt ook vaak gezegd, nou, dat is ook niet echt iets goeds enzovoort. Maar anderzijds is het probleem natuurlijk dat alle welvaart die wij opgebouwd hebben, de industriële economie, is er natuurlijk 100% gekomen door individualisme. Ja, hoe gaan we dat oplossen?
je zit, onze samenleving hangt af van iets wat we eigenlijk voortdurend afbreken. In de Antwerpse vestiging van Alain de Botton School of Life spreken we met de medeoprichter en filosoof Roman Krasnarik, die een boek schreef over empathie. Krasnarik is in tegenstelling tot Ayn Rand en haar volgelingen juist overtuigd van het natuurlijke empathische vermogen van de mens. We are homo empathicus. We are built for empathy and social cooperation. And yet, something else extraordinary is that over the last three decades, empathy levels have dropped by nearly 50% in the United States, and the steepest decline has been in the last 10 years. Other countries are following this trend. Now, what's going on? Why is it that we're born with empathy, yet we often don't express it? Particularly, you see it in children, but what's happened to it by the time that we're adults? Well, partly it's because all of our social institutions are designed with the idea that we are competitive and selfish by nature. You go to school and you're doing exams, which place you against other people, you're competing against them. You go and work in a business and everything is organized along competition and your rewards are based on financial rewards rather than on cooperative capacities. So everything in society is telling us and in the media to keep looking after yourself, pursue your self-interest, and that stops our natural empathic capacities from developing, which are in all of us. I've run many events called conversation meals, where I sit down 100 businessmen and 100 homeless people, or 100 politicians and 100 people who are from poor housing estates, and I get them to talk with each other and invite them to a meal and give them not a menu of food, but a menu of conversation. Ik ga op bezoek bij Anticare Paul de Grande. Hij heeft positief gereageerd op ons voorstel mee te doen aan een conversatiemaaltijd met poetsvrouw Ingrid. Goeiedag, meneer de Grande. Ik ben Stefan. Het kasteel van Paul is een huis-annex-verkoopatelier, waar de Grande al zo'n 30 jaar woont, te midden van honderden stukken antiek die voor de verkoop bedoeld zijn. Ah ja, ja, ja. Wat ja. Indrukwekkend. Belangrijk. Ja. Moeten opgekuist worden, maar zijn wel kwaliteitsvolle doeken. Ja, 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 ja. En daar ook twee mooie, ja, maar dat is, mooie werken. Dat is symbolisme. Ah, dat ja. Is favorie. De Grande kwam als 18-jarige jongeman zonder schooldiploma in Engeland terecht, waar hij ontdekte dat er met het doorverkopen van antiek goed geld te verdienen viel. Alles dat je daar kocht, was goedkoop rovier. Eerst waren het rocking chairs en Gatelick-tafeltjes van weinig geld. Maar dan als je geïnteresseerd bent, dan kijk je naar andere stukken. Dan kijk je naar duurdere meubels. Dan kijk je naar... Dat was dan mijn eerste meubel was een meubel, een Market Vitrine. Market Vitrine, dat was dan 100.000 Belgische frank. Dat was dan 2.500 euro. Voor mij was dat was dan een enorm bedrag. Maar ik kwam daarmee toe van Engeland en ik verkocht dat. Ogenblikkelijk. Als je dan in die tijd zoveel meer kocht, dan kon je nog zoveel meer verkopen. Het was een andere geest bij de mensen ook. Iedereen wilde kopen, iedereen wilde meer stukken hebben. Dat is een van de belangrijkste beelden dat ik nu heb. Dat is de 13e eeuw. Sporen van polychrom die er nog op zijn. Zeer, zeer schone compositie. Heel bijzonder ook, vind ik. Zo, niet alleen zo naturel, maar die constructie die je ziet achteraan. Dat je hier die nerven van die twee bomen ziet. Of die nerf van die boom die zo volledig ingewerkt is. Ik vind het echt magisch. Wil je zo'n stuk plaatsen? Ja, dat is wel... Dat kost 100.000. 100.000 euro. Van de waarde van dit ene stuk antiek zouden veel armen in België een paar jaar comfortabel kunnen leven. So if you think about what is human nature, of course we are partly self-interested. We are designed as creatures who want to survive. When there are threats, we want to look after ourselves. And that's naturally part of us. But what we've forgotten really is that the empathic side of us, the homo empathicus, is woven into who we are at the same time. I think it's simply that we've forgotten that we are both serpents and doves. Let's not be utopian and think we're just empathic. Of course we're not. You know? But we are both things woven into us. Goedendag. Goedendag, mevrouw. Ik ben Ingrid. Ja, dank u.
Ingrid zit in de schuldbemiddeling en heeft een baantje als poetsvrouw. Ze heeft het niet makkelijk in haar eentje met nog twee thuiswonende grote kinderen. Ze heeft het eten al klaar. Ik hoop dat het lust. Ja, goed, het ziet, hè. Het is heel lekker. Maar we eten toch samen, hè? Was het toch? Ja, ja. Ah, ja. Zo borst snel in. Een handje mag niet binnen. Dat mag, maar je gaat vol haar plakken. Ja. Ze verhaart momenteel. Ik ga proberen van vroeg iets ineen te flansen. Heb je nog in de restauratie gewerkt? Of? Nee. Nee, maar gewoon serieetjes. Ze moest zeker echt geïnteresseerd zijn in, en iets een beetje lekker eten. Anders mag je zoiets niet met die mengeling die precies is zoals het moet. En kook, hè? Ja. These conversations start shifting people. They start getting people to recognize that these other people are just like them in many ways. And this is absolutely essential for reducing social tension and overcoming social divides. Tijd voor een vraag uit het conversatiemenu van Roman Krasnarik, zoals het beschreven staat in zijn boek. Wat zou het liefst veranderen aan je liefdesfilosofie? Aan mijn wat? Liefdesfilosofie. Oh, die heb ik niet. Dat is geen goede vraag. Wat is je persoonlijke geschiedenis qua zelfvertrouwen? En wat heeft die je geleerd? Ja, ik was nog altijd redelijk overtuigd. Overtuigd van mijn eigen, dus redelijk zelfvertrouwen. Maar natuurlijk, ik ben zeker dat me vergiste, maar dat me ook wel realiseer dat ik op dat moment een andere beslissing moest genomen hebben. Dus dan kreeg je minder zelfvertrouwen, maar ik heb geleerd van mijn zelfvertrouwen misschien een beetje te temperen. En als ik die vraag nu zou stellen... Mij was het omgekeerd. Een beetje van te veel, een beetje te weinig. Veel te weinig. Nooit zeker van mezelf. Altijd schrik. Doe ik het verkeerd? Of heb ik iets verkeerd gezegd? Of... Maar had je dan iemand die zei dat je het verkeerd deed misschien? Dat je te veel geconfronteerd werd daarmee? Dat waren de gevoelens die bij mij binnenkwamen. Ja, tja. Dat waren onzekerheid, gevoelens van onzekerheid die binnenkwamen. Ja. Mij minder waardig voelen. Dat de mensen mij allemaal bekeken, dat ik een slechte was. Dat was niet voor mij. Ik moest normaal iemand die minder begoed is bezoeken, maar ik vond dat toch... dat die vrouw enorm meevalt en het gesprek ook. Het was open. Zij verwachtte niet wat ik ging vragen. Ik vroeg niet wat ik moest vragen, maar ik vind het een positief bezoek. Wat dat we nu doen, gaat de wereld niet verslechteren. Maar wordt de wereld er wel wezenlijk beter van? We leggen de vraag voor aan Marta Nussbaum. I remember when I was a graduate student that the Marxist professors that I had, I mean, there were some that were Marxist in those days, they used to think about that kind of thing. And they thought, oh, the right thing to do is to invite the janitor of the philosophy building over to dinner. Well, this just was a silly kind of romantic exercise because they didn't know how to talk to somebody who was a janitor. They didn't understand that way of life at all. They had a rigid Marxist theory of class, and they were going to tell them about that. Well, that janitor, I remember the janitor thought this was hilarious, and he had no interest in this at all. So I think, really, what you have to do is have institutions and a public commitment to bring people together. So in my newest book, I talk a lot about public parks, where you see your fellow citizens that you might not see in the workplace, you might not see them where you live, but all of a sudden, there they are, and you're sharing space with them, and you're maybe laughing at the same things and having experiences of beauty together. So that's the kind of thing that Aristotle inspired me to think about. What's so funny about these love and understanding? Uiteindelijk maakt het Roman Krasnarik niet uit of het contact nu in een park wordt gelegd of tijdens een georganiseerde maaltijd. If you want to stop putting practical philosophy into your everyday life, how should you do it? Have a conversation with a stranger at least once a week. Get beyond superficial talk about the weather or about the football and talk about the stuff that really matters in life. Love, death, politics, religion.
This is what Socrates was doing on the streets of ancient Athens. He was being curious about strangers. It blew away his prejudices about other people. It helped him see other people as individuals with valuable thoughts and ideas. This is the beginning of creating an empathic civilization by talking to strangers, and we can all do it. Wat mij vooral frappeert in uw verhaal is dat eigenlijk het kan iedereen van dag op dag overkomen. Ja, we hebben hier dokters, we hebben ingenieurs, maar ook ja, gewone mensen. Iedereen kan erin terechtkomen. Dat het iedereen kan overkomen was ook de gedachte van de Amerikaanse econoom en filosoof John Rawls, die zich ook de vraag stelde welke maatschappelijke principes rechtvaardig zijn. Ah, sorry. Ik was aan het lezen. Excuseer. Ah, je bent ook aan het lezen, zie ik. Ja. Ah, een boodschappenlijstje. Ah, ik ben John Rawls aan het lezen. Ja, dat is interessant. Kent u het? Kent u John Rawls? Ja, ik heb dat helemaal gelezen, maar in het Engels wel. Meent je het? Theory of Justice? Ja. John Rawls presenteert in zijn boek A Theory of Justice het idee van justice as fairness. Wat eerlijk is voor allen, is rechtvaardig. Om te bepalen wat eerlijk is voor allen, bedacht Rawls het gedachtexperiment van The Veil of Ignorance. Daarin worden alle partijen die een sociaal contract moeten sluiten met elkaar bedekt onder een sluier van onwetendheid. Ze weten niet of ze rijk of arm, mooi of lelijk, ziek of gezond, man of vrouw zijn. En vanuit die onwetendheid moeten ze bepalen welke regels en principes ze willen instellen om samen te leven. Rawls gaat ervan uit dat de leefregels dan zullen worden bepaald vanuit de positie van de zwakste, omdat iedereen er rekening mee houdt in die positie terecht te kunnen komen. Waar ben je aan het lezen? Ah, ik ben John Rawls aan het lezen. Ah, interessant. Ja. Hebt u er al eens over nagedacht wat een rechtvaardige samenleving zou kunnen zijn? Al soms, maar nu niet. Het is ook zo het idee van een basisinkomen, dat vind ik ook wel interessant. Een basisinkomen? Kijk dat idee? Dat iedereen 1.000 euro krijgt, wat je ook doet, en daarbovenop moet je verdienen wat je wilt. Dan heb je de vrijheid. Dat zou natuurlijk eerlijker zijn tegenover iedereen. Hè? Het idee van het basisinkomen, dat een aantal decennia geleden door de Belgische filosoof Philippe van Parijs opnieuw onder de aandacht werd gebracht, kan gezien worden als een soort uitwerking van het gedachtegoed van John Rawls. Ja, wel, eerst is het wel belangrijk te zien wat een basisinkomen juist is. Dat is een specifieke vorm van gegarandeerd minimuminkomen. En wat er daar specifiek aan is, is de onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijkheid in drie zinnen. Het is, een basisinkomen is strikt individueel. Het is elk individu die het krijgt, niet het huishouden als geheel. Eén. Twee, het is ook universeel, in de zin dat de rijken het krijgen, evenals de armen. En dat betekent dat alle andere vormen van inkomen daar bovenop komen. Dat is een soort vloer onder alle andere inkomens. Twee. En drie, het is ook onvoorwaardelijk in de zin dat men niks moet doen om er recht op te hebben. En dus men moet niet bereid zijn om een job te aanvaarden. En dus dat wordt niet vereist. Ook de Nederlandse historicus Rutger Bregman is een groot voorstander van het idee van het basisinkomen. Wij hebben eeuwen van enorme vooruitgang meegemaakt. We zijn rijker, veiliger, gezonder dan ooit. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dat komt voornamelijk door het gezwoeg van onze voorouders. Die hebben die vooruitgang voor ons gerealiseerd. En het is rechtvaardig om iedereen een dividend te geven van die vooruitgang. We zouden eigenlijk iedereen in een rijk land zou 700, 800, 900, 1000 euro per maand. Dat is een politieke vraag, hoe hoog het precies moet worden. Maar die zou een dividend moeten krijgen. Die verdient dat eigenlijk. Puur op het basis van het feit dat hij het geluk heeft gehad dat hij in de 21ste eeuw is geboren. Het is natuurlijk eigenlijk echt volstrekt ridicuul als je erover nadenkt. Dat we in westerse landen nog steeds mensen onder de armoedegrens leven. All the social science evidence shows that if you start off wealthy compared to someone who's poor, you're going to have better life chances, right? In any field, even when the education system seems to be open to all, for example. And that's why we need basic income, so that people have an equal starting point. En waarschijnlijk verdient het zich nog terug ook in besparingen op zorg, justitie, politie. Al die kosten die worden gemaakt door bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in armoede. Dat is een van de grootste godsbes van deze tijd. Dat we nog zoveel kinderen laten opgroeien in armoede. En wat mij heel erg aanspreekt in de gedachte en de notie van het basisinkomen is dat het eigenlijk zegt nee, dat doen we niet meer.
dat schaffen we af. Want dat kunnen we. Dat kunnen we inmiddels betalen. Het zal niemand verbazen dat de aanhangers van Ayn Rand niets moeten hebben van het basisinkomen. Om te beginnen zei ik, ben tegen alle vormen van herverdeling. En ik vind het een beetje een nutteloze discussie, want als je begint, eenmaal je begint met het principe van herverdeling, met het principe van, kijk, je kunt de bezitting van één iemand afnemen om ze aan een andere te geven, hoe dat ook gebeurt, dan is er in principe geen reden om daar niet oneindig ver in te gaan. Maar ook Marta Nussbaum heeft bedenkingen bij het idee van het basisinkomen. Ik denk dat... interesting, but I prefer to think in terms of human capabilities because income is not a proxy for all the good things in life. It's certainly not a proxy for the political and religious liberties. It's not a proxy for gender relations or race relations, but it's not even a good proxy for the basic abilities of people to function as workers in a society for the reason that if they start from a position of disadvantage, whether it's by race or by physical disability, they need more if they're to get up to the same level of actual ability to function. So you take somebody who uses a wheelchair. Now that person will only be mobile as a result of quite a lot of social expenditure that people who can walk do not have. So we want, I think, a policy that justifies ample redistributive spending that helps people with disabilities attain their maximum functionality in a society, rather than just thinking, oh, well, we give the same income and wealth to everyone and then it would all be fine. Because you have to overcome a lot if you're in a disadvantaged group. De woorden van Mahatma Gandhi, Peter Singer's parabel over het meisje dat in het water valt, Marta Nussbaum's pleidooi voor gelijke kansen en mogelijkheden, Roman Krasnariks oproep tot empathie, John Rawls' sluier van onwetendheid, het pleidooi van Philippe van Parijs voor het basisinkomen. Het zijn allemaal pogingen van maatschappelijk geëngageerde filosofen en denkers om tot een concept van een sociaal rechtvaardige samenleving te komen en Ayn Rand's idee dat de mens geen altruïstisch wezen is te logenstraffen. Maar bepalen wat precies rechtvaardig is, blijft ingewikkeld. Omdat hij de oudste is en daarom misschien wel de wijste, geven we het laatste woord aan Peter Singer. People often ask me what I think the meaning of life is, and I don't think there is such a thing as the meaning of life. I mean, it's not as if somehow, you know, you could make a discovery that life has this particular meaning. I think we give our own lives meaning in various ways. But I do think that for many people, you can feel that your own life is more meaningful and you can live a more fulfilling life if you use your life to try to make the world a better place. If you try to do as much good as you can, I think you can feel that you've done something worthwhile with having existed. You've made the story of the world a tiny bit better than it would have been if you'd not existed. And I think that's a satisfying and fulfilling thing to think about. What's so funny about these love and understanding? Understanding, brother. Understanding, sister. Understanding.